Hebben jullie er gezien? Ja, die mevrouw Dijksma. Ja, die burgermoeder, zou ik maar zeggen, van Utrecht. Hoi, hoi, hoi. Ja, je zal maar in Utrecht wonen. Ja, dat is die stad, weet je nog, die gaven al die statushouders, die gaven ze voorrang. Bij die sociale huurwoningen. Ja, die gingen voor. Niet de Nederlanders. Nee, laat die statushouders maar eerst gaan. Ja, dat is Utrecht. En nu ging ze op een holletje naar de televisie. Ja, omdat die spreidingswet, ja, die komt eraan in de Eerste Kamer. De komende dagen, ja, gaan ze het aannemen, ja of nee? Nou, dan moeten ze dus niet aannemen natuurlijk, want dat gaat helemaal niet opschieten. Nee. En zij zit maar nu te beweren op tv van ja, dat moeten we wel doen, want de nood is hoog en alle gemeentes moeten maar meedoen. Alle gemeentes die gaan niet meedoen. En waarom niet, mevrouw Dijksma? Ik zal het u heel kort en bondig uitleggen. Weet u waarom? Er is geen draagvlak voor, mevrouwtje. Nee. De Nederlanders hebben er geen zin in. Nee, die zien gewoon wat er allemaal gebeurt daar in Ter Apel. En die denken, oh, willen wij al die ellende in onze gemeente? Nee. Willen wij de inbraken? Willen wij overvallen? Willen wij dat onze vrouwen worden lastiggevallen? Nee, daar hebben ze allemaal geen zin in. Ja, en dan wordt er gezegd, ja, maar het zijn maar een klein groepje. Veilige landers, dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee, de mensen die mij zo vaak schrijven, dat heb ik al eens een paar keer verteld, die zeggen het zijn duizenden en duizenden jonge mannen die scheid aan alles en iedereen hebben en die gewoon maar roven en stelen door Nederland en lekker geld ophalen hier. En die maken de boel heel erg onveilig. Ja, dus vertel dat verhaaltje nou niet rond, mevrouw Dijksma, van het zijn er maar een paar. En trouwens, in je eigen Utrecht is het ook een puinhoop aan het worden. Ja, daardoor. Dus ga dat nou niet. En dat is dan weer dat hele linkse kamp die dan weer roepen, kom maar binnen met je knecht, kom maar binnen met je knecht. En die willen alles maar oplossen aan de achterkant. Nee, het is aan de voorkant, mevrouw Dijksma. Ja, luister nou, ik blijf het herhalen. En nogmaals, geen spreidingswet. Gooi die grenzen dicht. Hey, Den Haag, gaan we nog wat doen vandaag? Alles gaat toch veel te traag. Even minder praten.